Wat verwacht je van vanavond? Nou, eigenlijk niks. Ik ben nog nooit bij een award geweest eigenlijk. En dit is al heel erg verrassend. Dus ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar ik vind het hartstikke leuk om nieuwe ervaringen op te doen. Wat kunnen we komend jaar van jou verwachten? Hopelijk heel veel mooie muziek. Eigenlijk heel kort gezegd, ja. Als het met de muziek niet gelukt was, wat had je dan willen worden? Ja, ik ben zo gefocust daarmee bezig, al sinds mijn 7e eigenlijk, dat ik daar nooit echt heel erg goed over nagedacht heb. Ik zou misschien, dacht ik laatst, misschien iets in milieuactivist of politiek iets willen betekenen. Omdat ik dat heel belangrijk vind. Ik denk veel na over hoe het in de wereld zeg maar, beter kan. Daar zou ik iets mee doen, denk ik. En waar hoop je over 10 jaar te staan? Ergens waar ik een mooie carrière achter me heb en nog steeds heel veel muziek aan het maken ben. Dat is goed. Hoe kijken jullie terug op Vrienden van Amstel? Nou ja, wij zijn dichter op elkaar gekomen. In ieder geval Bluff en de 3J's en Roel van Vels. Omdat wij 14 shows lang met z'n allen op het podium hebben gestaan en samen nummers hebben gespeeld. En dat was we hebben daar een leuke tijd gehad. We hebben lekker kunnen rocken op het podium. Ja, dat is echt heel leuk. Dus we hebben het echt genoten. En we kunnen misschien een klein tipje van de sluier oplichten dat we dat misschien in de toekomst nog wel een keer gaan doen. Dus, maar dan is het natuurlijk even afwachten. Dan mogen jullie maar dan raden wanneer. Moet je wanneer. Niet verder vertellen. Goed. En Bluff staat natuurlijk binnenkort in de Ziggo Dome. Hoe kijken jullie daar naar uit? Ja, we zijn nu al heel hard aan het repeteren, mag je eerlijk weten. Want we willen echt serieus uitpakken. Dus... ja, het wordt zeg maar Bluff XXL, zeggen we wel eens. Dus we gaan met ook strijkers en blazers erbij en gastmuzikanten. Dus we gaan echt uitpakken. En we zagen het al op de Ziggo Dome, zagen we al die hele grote LEDs. Zagen we al. En dat is ontzettend mooi om te zien. En we zijn heel erg benieuwd wat het gaat worden. Maar we kijken met een goed gevoel naar naartoe. Straks hebben jullie natuurlijk ook nog Vliegende Vrienden. Hoe kijk je daarnaar uit? Ja, ik vind dat heel erg leuk. Ik denk dat Pascal er iets meer moeite mee heeft. Die heeft hoogtevrees, dus die zal wel een heel klein beetje knijpen, denk ik. Maar dit zijn echt leuke, krenten in de pap. Dit zijn de leuke dingen waar we naar uitkijken en waar je voor doet. Wat verwacht je vanavond? Ik verwacht een hele leuke avond. Het is mijn eerste 100% NL Awards. Dus ik heb er wel zin in. Ik ben sowieso fan van de hele line-up en alle mensen die hier komen. Dus ja, dit is wel een avond wat bij mij past. Zitten er favorieten tussen? Zeker, een hoop. Ik vind Vigenzo het gek, ik vind Maand gek. Marco Borsato is een groot idool voor mij. Een heleboel. Een heleboel. Sowieso, ik vind het Nederlandse lied gewoon echt gek. En iedereen die hier komt en alle Nederlanders, of ze nou Engels of Nederlands zingen. Ik vind het gewoon heel tof dat Nederlands artiestenland hier rondloopt en gaat optreden. Kunnen komend jaar van jou verwachten? Van mij verwachten? Mijn nieuwe single komt over 2 weken. 2-3 weken in maart. Ik ben bezig met de videoclip. De eerste shows gaan door Nederland komen. En dan focussen op mijn nieuwe muziek. Dus heel veel muziek in ieder geval dit jaar. Waar hoop je over 10 jaar te staan? Over 10 jaar hoop ik in de Ziggo Dome te staan. Leo Kleine wordt natuurlijk jurylid bij The Voice. Ja. Hoe kijk je daar naar uit? Ik vind dat vooral heel spraakmakend. En ik vind het vooral heel bijzonder. Ik vind het gewoon heel tof voor hem vooral. Dat hij op zijn leeftijd daar mag plaatsnemen. Ik vind het ook wel tof dat een soort van de jonge generatie daar nu een oordeel mag geven. Ik vind het alleen heel bijzonder. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe hij straks artiesten daar gaan begeleiden. Want er komen ook echt artiesten die soms al 15 jaar in het vak zitten. Maar net dat zetje willen voor bekendheid of tv-land. En ik ben heel benieuwd hoe hij met zijn ervaring, hoe hij zo'n persoon gaat begeleiden. Maar ja, dat gaan we zien. Wat verwachten jullie van vanavond? Wat we verwachten? Nou, het wordt vast een gezellige avond. Maar ik verwacht ook dat ik vroeg thuis ben. Want ja, zij kan ook niet de hele nacht door blijven feesten, toch? Maar ze wou zo graag mee. Ze wou het een keer meemaken. Dus hier zijn we. En wat kunnen we komend jaar van jou verwachten? Ik ga haar even opzetten. Even deze. Mijn album is net af. Die heb ik geschreven in LA en New York. En die komt uit. En ik heb net... ik ga weer een nieuwe akoestische theatershow ook doen. Ik heb er net 20 uitverkochte shows achter de rug. Super tof. En nu vooral mijn album wat uit gaat komen. Ach schat, heb je het koud? Of vind je het gewoon spannend? Ik heb het koud. Uh-oh. En waar hoop je over 10 jaar te staan? Over 10 jaar? Jeetje, zover kan ik niet denken hoor.
gewoon goede muziek maken. Nou, ik zou eigenlijk toch wel... Mijn eerste nieuwe droom is in Japan te staan in de Blue Note Club. Dus dat zijn we nu aan het verwezenlijken. En misschien weer South by Southwest volgend jaar. Wat verwacht je van vanavond? Nou, ik vak een ongelooflijke enerverende avond. Het wordt natuurlijk ontzettend spannend wie er uiteindelijk mee naar huis gaat. Ik was vanochtend om 4:40 al wakker. Want ik denk, wat gaat het worden? Ik heb mijn vrouw aangestoten. Die lag al naar het plafond met grote ogen te staren. Amsterdam trilt op zijn grondvesten. En wie zijn jouw favorieten? Ja, Borsato, maar ook Kensington natuurlijk. Bluff is een gedoodverfde winnaar. Het kan niet op. En waar hoop je zelf over 10 jaar te staan? Ik ben trouwambtenaar en ik hoop dat nog steeds met veel liefde te mogen doen. Hoe kijken jullie terug op Vrienden van Amstel Live? Ik weet er eigenlijk niks meer van, grappie. Ja, heel positief. Het is dus één groot festijn, één groot spektakel om te doen en ook om erbij te zijn gewoon. Ja, het grootste feest wat er is. En wat verwachten jullie van vanavond? Wij hopen op een prijs, maar we verwachten het niet. We hopen wel. En het zou leuk zijn ook voor de mensen die op ons gestemd hebben. Het wordt sowieso denk ik altijd een leuke avond bij 100% NL Awards. Ik zie veel collega-artiesten dat die gearriveerd zijn. Dus het wordt gewoon gezellig samen zijn. Ja, nou, ik ga wel voor de winst hoor. Eigenlijk wil ik hem gewoon mee naar huis nemen dan. Waar hopen jullie over 10 jaar te staan? Over 10 jaar? Ik hoop over 10 jaar überhaupt nog te staan. Ben je wel eens bang dat de carrière stopt? Niet bang, nee, want ik ben niet bang om iets anders te gaan doen, weet je. Zolang je dit doet, moet je gewoon geloven in wat je doet, hard werken. En gelukkig zijn wij geen artiesten of muzikanten in de categorie, hopeloos. Weet je, die alles doen om bekend te blijven of te zijn. Weet je, wij maken gewoon muziek en dat houdt een keer op. Wat hadden jullie anders willen doen als het niet gelukt was met zingen? Ik in een kangaroo-opvang verblijf. Ik had voor de klas gestaan. Ja. Wat verwacht je van vanavond? Eigenlijk niet heel veel. Want als je veel gaat verwachten, dan valt het altijd tegen, denk ik. En sowieso denk ik niet dat ik hem ga pakken, hoor. We zijn genomineerd voor Talent van het Jaar. Maar het is op basis van stemmen natuurlijk. En ik heb niet zo heel veel volgers nog. Ik loop een beetje achter wat dat betreft. Dus ik denk zelf dat Vincenzo hem gaat pakken. Tot nu toe het hoogtepunt uit je carrière? Nou, dat is toch eigenlijk wel dat ik een Edison heb gewonnen vorige week. Dat is echt mijn hoogtepunt. Dat is bijna het hoogst haalbare in Nederland. Dus dat vond ik wel echt machtig. En wat is je grote droom? Waar wil je graag nog een keer staan? Mijn grootste droom is eigenlijk al aan het... Die ben ik nu aan het leven eigenlijk. We treden veel op. We gaan deze zomer veel festivals pakken. Maar wat ik wel heel vet zou vinden is een tour door Europa. Dat lijkt me heel tof. Wat lijkt je daar zo tof aan? Meemaken, zien. Ik heb niet heel veel vakantieuren erop zitten in mijn leven. En is dat natuurlijk geen vakantie, maar je gaat wel gewoon over de grenzen. En je ziet veel, je maakt mee, je komt ergens. Dat is tof. Doet met mij soms krijgen, kippenvel.